Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video over de BO van de kerstmarkt. Dus blijf kijken en geniet ervan. Action! Eerst zou de kerstmarkt buiten opgenomen worden. Maar omdat het zo slecht weer was en regen en alles, moest de productie dus last minute een binnenlocatie gaan vinden. Het was een feestzaal. En dat hadden ze helemaal omgebouwd tot één grote kerstmarkt. De sfeer op de BO was superleuk, want er waren heel veel acteurs. Heel veel figuranten waren er vooral. Met sneeuw en met een optreden en met heel veel verschillende lijntjes. Bijvoorbeeld Kees en Babette hadden een eigen kerstkraampje en daar stonden wij dan heel vaak bij. En Dorian en Marit waren er ook. En het was echt één grote gezellige boel, dus dat was wel heel leuk. Maar ja, dan moet je alsnog wel heel erg geconcentreerd zijn, want er is natuurlijk weer tijdsdruk en je moet wel gewoon iets moois maken met z'n allen. Maar iedereen gaat toch altijd een beetje dollen met iedereen, dus het was wel heel gezellig. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Het is geen foto, het is een filmpje. Het verhaal van Dr. Luc met kerst is dat hij elk jaar een pan met soep maakt en dat verkoopt voor daklozen. En dat wou hij dit jaar ook weer doen, maar daar wilde hij niet te veel een ding van maken. Maar dat weet Linda toch uit mij te wurmen en dan biedt ze aan om mee te werken. En dan zijn er meer mensen in het dorp die dat horen en denken, hey, wij willen ook graag meedoen. En vanaf dat moment staan we in één keer met best wel een hele grote groep achter een heel klein kraampje, allemaal soep te verkopen. Nou, er was veel ruzie in de huizen familie Sanders. En Nola die wou dat natuurlijk niet. Die wilde gewoon gezellig kerst samen vieren, zoals ze dat altijd doen. Dus stuurde Nola een foto met dat ze lekker met in de sneeuw aan het spelen was om Bing over te halen. En uiteindelijk is hij toch wel gekomen. Maar echt gezellig, dat werd het alleen niet. De foto van Nola, daar hadden ze een hele sneeuwkanon, sneeuwmachine en die hadden ze toen buiten gezet. En toen hadden ze helemaal bomen onder gesneeuwd en het zag er echt heel mooi uit. Dus zo hebben wij die foto gemaakt en daarom was ik daar ook. En toen kwam Lin ook nog even op bezoek. Allemaal werd het gewoon weer goed met kerst en we knuffelden elkaar. En dat het goed is. Tijdens kerst was het voor de familie Verduin best lastig. Dat is ook een beetje de aanleiding waarom ik het liedje zing voor mijn moeder en voor mijn vader. Ik heb het liedje Have Yourself a Merry Little Christmas heb ik ingezongen in de studio. Dat was heel leuk. Ik moest wel een deel live zingen op de kerstmarkt echt, het begin. Dus dat vond ik wel heel grappig dat ik het soort van gemixt heb. Nou, heb ik zelf niet gedaan trouwens, maar wel degene die het monteert. Niemand hoorde de muziekband, alleen ik. Dus ik stond daar echt eigenlijk a cappella te zingen. En ik vond het best wel spannend, want ik was vooral heel erg zenuwachtig voor het uiteindelijke resultaat. Omdat ik denk, ja, toch heel veel mensen gaan mij horen zingen in GTSD, wat echt super bijzonder is. Je kan het nummer beluisteren op Spotify. Have Yourself a Merry Little Christmas. Stream.